Hallo en welkom bij een nieuwe video van Luca Compagne. En vandaag ga ik weer verder lezen waar ik gebleven was. Nou, volgens mij weten jullie wel waar ik ben gebleven en ik ook, dus dat komt denk ik wel goed. Jeroen stak allebei zijn armen de lucht in. Jeroen stak allebei zijn armen de lucht in. De vogelverschrikkers trokken er niets van aan. Hé, doe je armen omhoog, riep Jeroen wanhopig. Hij wapperde nadrukkelijk met zijn eigen armen. De vogelverschrikkers liepen gewoon door. Ze doen het niet, stamelde Jeroen. Ze gehoorzamen niet. Je lijkt nu niet meer op hen, zei oma. Ze zien je niet meer als hun leider. De vogelverschrikkers stonden vlak bij hen. Een van hen, streek met zijn takken arm langs Jody's wang. Jody slaakte een angstige kreet. De vogelverschrikkers probeerden haar vast te pakken. De vogelverschrikkers probeerden Jody vast te pakken. De takken schraapten langs haar gezicht en langs haar armen en middel een paar onthoofde vogelverschrikkers begon zich over Jeroen. Hij sloeg en schopte naar hen, maar dat haalde niets uit. Ze werkten hem met het grootste gemak tegen de grond. Opa Kurt en oma Mirjam protesteerden toen ze de donker geklede gestaltes om hen heen drongen. Jeroen, Jody, Jody. Jody wilde hen te hulp schieten, maar ze werd tegengehouden door een paar sterke vogelverschrikkers. Oma, riep ze gesmoord. Een vogelverschrikker drukte haar tegen de grond. Een vogelverschrikker drukte haar tegen de grond. Jody probeerde zich onder hem uit te worstelen, maar de vogelverschrikker was sterker dan zij. Het stro waarmee hij was gevuld rook zuurig, half verrot. Jody werd er misselijk van. Laat me gaan, laat me gaan, hoorde Jeroen smeken. Wanhopig deed Jody nog een poging om los te komen. Met veel moeite wist ze zich een stukje op te richten. Het was net genoeg om het vuur te zien. Oh. Het was net genoeg om het vuur te zien. Opa Kurt was omvergeduwd en had daarbij de olielamp uit zijn handen laten vallen. De olie was eruit gelopen en had vlam gevat. De vogelverschrikkers leken het gevaar nu ook op te merken.
Ze lieten hun slachtoffers los en probeerden er vandoor te gaan. Maar het vuur was sneller. Het losse stro dat op de grond lag vatte vlam en het vuur verspreidde zich bliksemsnel. Al gauw stond de eerste vogelverschrikker in brand. Even later volgde nummer 2. Het vuur knetterde, het oranje licht golfde door de donkere lucht. Opa Kurt wist overeind te krabbelen. Hij pakte de hand van oma Mirjam en trok haar omhoog. Samen wisten ze nog net op tijd weg te komen. De vogelverschrikkers die hen hadden aangevallen vatten ook vlam. Het droge stro op hun oude jassen vlogen snel in brand. Het droge stro van hun oude jassen vlogen snel in brand. De vogelverschrikkers draaiden en kronkelden terwijl de heldere vlammen over hun ruggen schoten. Eén voor één vielen ze neer. Ze verbranden snel en geluidloos. Jody deed een stap achteruit. Wat ze zag was afschuwelijk. Maar ze moest er naar kijken. Opa Kurt had zijn arm om de schouders van zijn vrouw geslagen. Ze leunden tegen elkaar aan. En het felle oranje licht van de vlammen viel op hun gezicht. Steve stond met toegeknepen ogen te kijken. Jody en Jeroen stonden zwijgend. Jody en Jeroen stonden zwijgend naast hem. Binnen een paar minuten was er niets over dan een aantal hoopjes donkere as. Het is voorbij, mompelde oma Mirjam. Het is voorbij, mompelde oma Mirjam, opgelucht. De volgende middag was het erg rustig. Jeroen schommelde in een hangmat tussen twee bomen in de tuin en Jody lag op haar buik in het gras. Opa en oma deden hun middagdutje. Steve was naar het postkantoor in de stad en Stan was buiten aan het werk. Het was heerlijk in de tuin. Jody vond het wel prettig om even rustig bij te komen van al die toestanden. Ze wilde nog eens goed nadenken over alles wat er gebeurd was. Dromerig staarde ze naar de tuinkabouter die oma naast de vijver had neergezet. Opeens knipperde Jody met haar ogen net. Had ze dat nou goed gezien? Nee, dat kon niet. Jody staarde naar de tuinkabouter. Ze zag hoe hij begon te grijnzen. Hij stapte met kollige, stijve stapjes weg bij de vijver. Jeroen, riep Jody, Jeroen, wat ik nou heb gezien, dit geloof je nooit. En dan gaan we het nu hebben over de schrijver
van het verhaal waar hoe die daarop komt. Over Robert Laurenstein. Over Robert Laurenstein. R.L. Stein zou wel wat meer hebben op Dracula willen. Maar tot een spijt ziet hij er heel normaal uit. Een beetje kalend. Met een bril op. In zijn werkkamer heeft Stein een skelet staan en er hangt een Indianenmasker. Maar verder is het een normaal New Yorks appartement waar hij woont met zijn eigen vrouw Jane en zijn zoon Matt. Als kleine jongetjes vertelde R.L. Stein en zijn broer elkaar iedere avond griezelverhalen. Ze sliepen samen op een kamer en probeerden om de beurt aan de bank te maken. Dat lukte maar al te makkelijk. Want de vloer kraakte en de schaduwen van de bomen vormden griezelige figuren op de wanden en het plafond. De verhalen gingen over monsters en vampiers. Geesten en spookhuizen, weerwolven en mummies die wankelend tot leven kwamen. Doei, dit was mijn video. Doei.